Dit is ons. Wacht. We zouden eerst met de bus gaan. Ik begin nu alweer uitgoed te krijgen. Ik heb allebei een blauw topje. En top, hier is je oog een beetje groot. Ja, ik heb ook die broek. Deze was 100 euro. In maat 38. En hij heeft van die plofmouwtjes. Maar deze gaan we even niet aantrekken. Deze is in maat 75A. Wij zijn Nachtkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar onze modusvideo van vandaag. En wij zitten nu bij het treinstation en wij gaan vandaag naar Roosendaal. Wij gaan een shopvlog soort van maken en we gaan gewoon laten zien wat wij shoppen. We gaan wel gewoon voor onszelf, maar we laten gewoon een beetje zien wat onze kledingstijl en zo is. Miel had ook nog heel veel cadeaubonnen van haar verjaardag, dus die kan ze ook meteen opmaken. En jouw tablet. Ja, die moet nog gemaakt worden. Ja, dus dan gaan we nog even langs de iMac. En we zitten nu dus te wachten. Ik denk nog ongeveer 5 minuten. Nee, nog 8 minuten. Nog 8 minuten. En dan is de trein er. We zouden eerst met de bus gaan. Alleen, die had allemaal vertraging. Dus we zijn gewoon even hier naartoe gelopen. En dat is super dichtbij. Toen was echt maar 5 minuten nog geen eens lopen. Dus ja, we zijn nu hier. En dan gaan we zo meteen naar Roosendaal. Ja. We zitten hier nu buiten. Je hoort een beetje water. Maar dat zijn die dingetjes daar. En we zijn bij de New Yorker geweest. We hebben allemaal een tasje. Dat van mij was 40 euro en dat van Miro was 60. En we hebben allebei best wel leuke dingetjes, vind ik zelf. En we gaan zo meteen naar huis. En dan, tenminste, we gaan straks naar huis. En dan laten we jullie zien wat we allemaal hebben gekocht. We gaan nu nog even verder, want de New Yorker zit een beetje aan het begin. En dan gaan we zo nog even een rondje maken. En we laten dan straks thuis wel zien wat we allemaal hebben gekocht. Maar we gaan nu dus nog even verder kijken. En bij de New Yorker was het best wel druk binnen. En er stond dus muziek op, waardoor we niet konden filmen. Ja, we konden niet filmen, dus dat doen we, ja, gewoon straks laten zien wat we allemaal hebben. En die kranen staan echt hard, dus ik weet niet of jullie ons verstaan, maar het staat echt hard. Wij zijn nu buiten en ik ben nog even langs de toeklas geweest, want had ik een cadeaubon voor en ja, heb ik dit kunnen we al eens laten zien. Geurtje gekocht. Deze, die is echt heel lekker. Hij zit gewoon even ergens op een bankje. Ja, hij zit op een bankje. Want overal is muziek. Overal is muziek. Overal, dus we kunnen nergens filmen. Maar ik heb een haarmaskertje gekocht. Bij de HEMA. En blond spray, want ik begin nu alweer uitgoed te krijgen. Wat droog shampoo. We hadden echt heel veel cadeaubonnen, dus dit is allemaal van de cadeaubonnen. En oorbellen. Woe. En ook nog bij de Easy Paris had ik een pop. En ik ben echt verslaafd aan lipgloss. Dus het is een beetje erg. Dus ik heb weer een lipgloss gekocht. Ja, we stonden zeg maar daar. En ze zag me zeg maar witte, maar we moesten een nieuw doosje pakken. Dus ik pakte de doosje daarachter. Toen wou ze hem op gaan doen en toen was hij blauw. Hij was dus blauw. Hebben we weer teruggehaald. Dus nu heb ik deze. Hij is wit en hij is van Jeffree Star. En ik wilde deze echt al heel lang. En hij is echt heel fijn. Dus ik ben echt heel blij mee. Voor de rest hebben we allebei nog een bikini gekocht bij de H&M. Maar dat laten we. Kleding, maar ja, dat hadden we al. Dat hadden we al. Maar dat laten we straks allemaal thuis dus even zien. Ja. We zijn ook nog bij de Vero Moda geweest. Ik heb daar een broek. Miel heeft een jurkje, een shirtje en een rokje. Ja. En dat laten we straks ook allemaal nog zien. Hoe heet het? De. Beaumont. Daar en een shirtje. Ja, het truitje. En ik heb een shirtje en een blouseje. En voor de rest laten we alles straks zien. En we, ja, dat was lekker. Ja. Wij zijn terug van het shoppen en we hebben onze kleding. We gaan allebei eerst één outfit doen. Dit is van de New Yorker. We hebben allebei een broek. Het is wel een andere broek. Deze. Ik heb een XS. Miel heeft een S. En deze was. Even kijken. 20 euro. Oh, hier. Deze was ook 20 euro. Dus die zijn van de New Yorker en 20 euro. We hebben ook allebei een blauw topje. Ja. Allebei anders. Ik heb deze. En ik heb deze. Dus ook van de New Yorker. En deze was 7 euro. En deze was 4 euro. Dus dat gaan we nu aantrekken. Ja. Oké, we hebben nu de outfits aan. En we zijn beide echt niet tevreden over de broek. Ja, de broek vind ik. Hier zit hij heel strak en hij is best wel wijd, zeg maar, aan de onderkant. En ja, ik vind hem, ik hou hier gewoon niet heel veel van, dus ik vind hem niet heel leuk. Alleen ik vind het ook wel niet vreselijk.
Alleen het topje vind ik heel goed. Zeg. Mijn broek is echt heel lelijk. Nou, ik vind hem niet, het staat mij gewoon niet heel goed. En hij is een beetje wijd overal. Beetje groot. Ja, maar het en hier is hij ook nog een beetje leuk. Groot. En beide vinden het topje wel heel leuk. Ja, dit is dus mijn topje. Zo. Zo. En dit is die van mij. Heel simpel. En nu gaan we de volgende outfit aantrekken. Die laten we ook eventjes zien. We hebben nou deze outfit net laten zien. En nu hebben we nog een outfit van de New Yorker. En ik heb eigenlijk gewoon nog een pyjama. Ik heb dit gele shirt. Die was 5 euro. En ja, het is eigenlijk gewoon een geel shirt. En ik heb hem echt in M. Echt veel te groot. Maar ik heb hem dus in een hele grote gekocht. En we hebben trouwens even het raam opgezet. Want het was echt heel warm. Merel, oh ja. Ja, ik heb deze joggingbroek. In maat L. Want ik vind het heel fijn als die zo heel groot is of zo. Ja, ik heb ook een joggingbroek. En die is dus ook in maat M. En deze was 10 euro. Deze was ook 10 euro. Dus dit is eigenlijk gewoon voor mijn pyjama. Ja, en ik heb ook die broek. En dit is in maat. Wat is dit? S. En deze was ook 5 euro. Dus dezelfde als die van. Ja, dit is een soort van legging, hè? Een soort van sportlegging. En ik had ook een geel shirt. Het is wel een ander shirt allebei. Ja, dit is maat S. En deze was 4 euro. Ik heb ook nog een tasje gekocht. Want ik hou echt van tasjes. Dit is echt een heel erg leuk tasje. Dan ook in het zwart. En hij heeft best veel ruimte op zich. En deze was 13 euro. Dus ja, dit hebben we allemaal van de New Yorker. Nu hebben we ook nog van de... De Vero Moda en de... Nee, Beaumont. Beaumont en... Oh ja, Vero Moda. Vero Moda. Dus die gaan we nu laten zien. Ja, en dit hebben we net niet laten zien, want we hadden net de pyjama eigenlijk. Alleen ja, dat was niet zo heel bijzonder. En door deze broek ziet het echt super lelijk uit. Het lijkt echt of ik heel dik ben hierin nu. Maar dit is een shirtje van Tommy Hilfiger. En een blouseje eroverheen. En ik heb ook een shirtje van Tommy Hilfiger. En een broek. En deze was 100 euro. En ik vind 100 euro best wel duur. Alleen het is natuurlijk al goede kwaliteit. En je kan er lang mee doen. En deze broek is van de Vera Moda. En dan van het merk Only. En die was 40 euro. Ja, en mijn blouseje was 80. En het shirtje was 30. Ja, en ik vind dit eigenlijk echt een van mijn leukste outfits. En het is natuurlijk ook heel leuk als je hier een blouse of zo onder doet. Dus ja, hier ben ik heel blij mee. En ik kan er natuurlijk ook nog geen riem of zo bij doen. En dit was het eigenlijk wat we hebben gekocht. Nee, oh, ik heb nog heel veel bikini. Ja, en ik heb nog meer. Ja. Dus dat ga ik ook laten zien. En ik vind het ook leuk alleen op een skinny waist skinny broek. Ja. En niet op een losse broek, denk ik. Ik heb nu een rokje aan. En deze is in maat XS en was 30 euro. En ik heb dit topje aan. Even kijken. Deze was... Ik kan het niet zien. 35 euro en in maat 38. Ik vind het wel leuk, maar ik weet niet of ik het op elkaar zou dragen. Maar apart vind ik het echt heel erg leuk. En ik heb nog een jurkje, dus die ga ik ook eventjes aandoen. En we hebben allebei nog een bikini en die laten we zo meteen ook eventjes zien. Ik heb nu dit jurkje aan. Dit is een... jurkje van de Vero Moda. Hij was 60 euro en deze is in maat 36. Ik vind hem op zich wel leuk, alleen is hij wel heel erg zwart. En hij heeft van die plofmouwtjes. Dat vind ik ook wel leuk. Deze vind ik wel leuk. En hij zit echt, echt heel lekker. En nu gaan we onze bikinis laten zien. Dit is ons laatste item eigenlijk. En we hebben allebei een bikini van H&M. Ze lijken best wel erg op elkaar. Ik heb een blauw broekje, die was 10 euro. En ik heb een wit broekje, deze was ook 10 euro. En ik heb nog een topje en die was 15 euro. Ik heb een topje en deze was 18 euro. Maar deze gaan we even niet aantrekken. Nee, want dat vinden wij niet heel leuk op de camera of zo. Ja, maar ik denk dat dat heel leuk zijn. En je ziet ze vast nog wel een keer voorbij komen in de vlog. Als we ze een keer aan hebben om naar het strand gaan of zo. Ja, alleen. Dat zou Oh, en deze trouwens in maat 34 het topje. En deze is in maat ook 34. Deze is in maat 75A. En deze is in maat 36. Oké, dat was het. Dit was onze shopvlog van vandaag. Allemaal bedankt voor het kijken. Like en abonneer eventjes. En tot vanmiddag denk ik. Ja. Doei!